Lieve Melanie, schatje, lekker ding. Mellebel, wat ben ik ongelooflijk gek op jou. Jouw uitstraling, glimlach en heerlijke energie heeft mijn hart helemaal gestolen. We zaten in het begin even in de ontkenningsfase, maar vanaf het eerste moment voelde ik me al ongelooflijk relaxed bij jou. Je positiviteit en levenslust werkt zo aanstekelijk. Elke keer als we elkaar na een paar dagen weer zien, rennen we elkaar blij in de armen en moet ik altijd even optillen. Heerlijk is dat. Pure enthousiasme. Precies 5 jaar geleden hebben wij na heel veel appberichtjes onze eerste koffiedate bij de verdraagzaamheid gehad. Ik zat binnen al even op je te wachten, toen ook al. En toen je eindelijk de trap op kwam lopen, dacht ik, wauw, wat een heerlijke man. Na deze date volgde er nog heel veel meer. En nu staan we hier samen voor onze prachtige kinderen, onze familie, vrienden en Aniek, die ons gaat trouwen. Lieve Wilfred. Je hebt geen idee hoe mooi je mijn leven maakt. Vanaf de eerste dag ben ik onder de indruk van jouw positiviteit, je humor, de manier waarop je tegen het leven aankijkt en jouw gretigheid om al het mooie van dit leven te ontdekken. Ik hou zoveel van jou, nu en altijd. Vandaag staan we hier samen om niet alleen de liefde tussen Wilfred en Melanie te vieren, maar ook om een bijzondere reis terug te maken naar de jeugd van een tijd voor warmte en overvloed aan liefde. Ze versterken elkaar op alle vlakken, maar daarnaast bereiken ze elkaar omdat ze juist zo verschillend zijn. Ze stralen gewoon voor het vuurwerk als ze samen zijn. Trots op je heerlijke humor en schaamteloosheid. En vooral heel erg trots op je oeverloze, lange, grappige en uitgebreide verhalen. Ik ben wat minder trots op je koppigheid en volharding. Maar dat is zo mooi aan onze relatie. Dat mag er allemaal zijn. Eerst naar links geswiped. Ik weet niet wat er met het algoritme was, maar die kiest ervoor om Wilfred gewoon weer erin te plaatsen. En toen was het een match. Melanie, Maria, Magdalena Ramakers. Zeg ik niet. Neem jij Willem van den Oever, de man die open, sociaal, oprecht, vrolijk en heel erg optimistisch is, aan tot wettig echtgenoot? Melanie, wat is daarop jouw antwoord? Ja, heel graag. Willem van den Oever, neem jij Melanie Maria Magdalena Ramakers, deze liefdevolle, trouwe, enthousiaste, dappere en eerlijke Miss Universe, zoals hij zo mooi zegt, aan tot wettige echtgenoten, wat is daarop jouw antwoord? Ja, ook heel graag. Dat was heel duidelijk, beste mensen. Applaus, we zijn getrouwd. En jullie mogen elkaar feliciteren.
Dit zijn man en vrouw. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke bestand van de gemeente Vught in de naam der wet dat het huwelijk tussen Melanie en Wilfred hiermee is voltrokken. Beste mensen, mag ik jullie voorstellen aan meneer en mevrouw van den Oever. Altijd voor je te zijn, je heel veel lief te hebben, open en eerlijk tegen je te blijven en je altijd de ruimte te geven om te ontdekken. Maar vooral beloof ik je dat ik elke dag meer van je zal houden dan de dag ervoor.